21 of zo. Zo, ik reed er bijna naast, jongen, maar ik heb hem. Oh, er zit geen checkpoint. Ik rijd verkeerd! Ik zeg gewoon niks. Bro! Je moet er echt doorgaan. Hè. Yo! Yo mensen, Jarasik hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe GTA 5 online race sessie samen met Perry, Angelo en Ryan. Hallo. Hallo. We doen vandaag als eerste race een troll race, daarna een stunt race en daarna een parcours race. Dus we hebben een leuke planning vandaag. Ik dacht ik beuk iemand eraf. Ik mis zelf de checkpoint en ik mis de persoon die ik eraf wil beuken. Dus dit is een goed begin. Dat is gewoon toppie. Ja, dat is weer lekker karma dit hè. Maar vind je het nog leuk om naar te kijken? Ram natuurlijk zo'n skydrop lijkt me zou ik super, super gaaf vinden. En ik ben benieuwd wat voor trollrace het is, maar daar gaan we vanzelf achter komen. Er stond in de beschrijving dat het ongeveer 5 minuten duurde. Ik ben benieuwd. Dus ja, we zitten nu op een halve minuut en we hebben pas de eerste paar checkpoints. Het is sowieso niet de middelste, want ik zie daar zwarte balkjes. Proberen jullie me nou te beuken? Ik denk dat het... Ik zat achter Ryan en Ryan zat achter jou. Echt? Oh. Ja. Want jullie reden vol verkeerd namelijk. Ryan die gaat even grinden daar, oh. Je moet wel je wieletjes... oh, ik doe het nu zelf ook. Oeps. Je moet wel je wieletjes uithouden. Oh, okay, het is niet de middelste. Ik pak de linker. Hè? Ja, nee, maar ik had een hele leuke video op. Oh, ik zie hier iets... Nee, maar ik had net rechts en... Oh, wat? Daar klapte ik er ook al af. Het is de middelste, jongens. Wel? Ja, ja. Niet. Ja, waarom ben je dat? Dat zit een volledige muur, oké, van een... Oh! Ja, ik hoor niet als Ryan, eerste. Ryan! Dat is de rechtse. Ryan, het is de rechtse. Ja, jongens, het is de rechter. Het is de rechtse, Perry. Het is de rechter, ja. Oh. Dat we daar niet achter waren, gewoon, ja, dat de rechter is. Ja, je kan niet echt. Eigenlijk moeten we de minimap een keer uitzetten voor iedereen. Dan kan je niet zien waar iedereen rijdt. Waar zit dat gat dan? Ja, gaan jullie het maar even uitzoeken. Helemaal wij zijn links. Bij de volgende. Oh, dan ben helemaal rechts, zeker. Oh, dit zit dicht, Ryan. Eigenlijk deze. Ja, dit zit dicht. Deze ja, maar wij zijn zulke goede trollers of troll race rijders dat we gewoon hier naar beneden kunnen springen. Trollers. Dat we gewoon kunnen kijken. Het is volgens mij de linker. Kijk, wij zijn zo goed hierin dat we gewoon een klein beetje de skills hebben ontwikkeld om te weten welke het is. Ik weet eigenlijk niet of het deze is hoor, maar... Oh. Hey, het is deze zo te zien niet. Nee, ja, oké, okay, we zijn niet zo goed in troll race. Wacht, is het niet gewoon hier de lang? Zo? Ja, het is ergens op. Nee, hier, kom! Ja, daar zo. Zie je wel? Oh, nee, never mind, er staat nog een muur. Wacht even. Jongens, er staat. Oh, ik ben er al langs. Oh. Ik ben er weer langs, ik kan weer rijden. Zie je hier, wij zijn echt goede. Die 5 minuutos die in de beschrijving stond, die gaan we makkelijk halen op deze manier. We zijn er al bijna. We zijn er echt! Jongens, ik zweer het, we zijn er echt al! Dit was heel de trollrace, ja, kom op, we moeten onder de 5 minuten blijven! Jongens, ik zie de finish onder al. Vijf minuten. Ik pak de tweede van links. Oké, het is niet de tweede van links. Maar de tweede van rechts. Ja. Moet je eens een checkpoint halen. Oh nee, hier staat, nee, de tweede is het echt niet. Ja, nu is het echt geluk hebben we iemand als eerste haalt, want die gaat de eerste worden. Dat is altijd zo naar, hè, dit. Iemand heeft hem, die zegt niks! Wie het heeft is, hem? Het is iets rechts. Bro, iemand heeft hem, yo! Die zegt rechts, niks! Ja, nu ben ik laatste! Nu ben ik laatste! Oké, nee, Jan, je moet nog één. Even toeteren, jongens, even toeteren. Je moet er nog één. Oh, je moet er nog één. Oh, dit is beter. Oh, jongens, pas op. Ja, dan had ik hem niet. Oh, rustig! Nee, ik dacht dat ik hem had. Oh, nee, maar nu, er kan serieus nog iemand een DJ halen. Nee, het is... Nee, Jan, je moet niet achtervolgen. Welke is het nou? Ik snap helemaal niet. Kook, Angelo, we zijn er nog niet! Welke is het nou? Jongens, we worden vol! Ah, nee, dit laatste is het meest erg. Ik snap helemaal niet. Nee, deze is het niet, Angelo! Ik was er. Deze is het niet. Nee, maar het lijkt alsof het er geen één is of zo. Ik ga helemaal links proberen. Ik weet het ook niet. Maar Angelo is knijten ver. Nee, daar was ik net ook. Oh nee, wat was nou die eerste? Oh nee, dat was... Het is er gewoon... Oh nee, welke is het? Nee. Waarom helemaal op het einde? Er gaan de 5 minuutels. Er gaat onze 5 minuutels inderdaad. Welke is het dan? Ik zie iemand links. Iemand links heeft hem. Yes, ik ben het nog eerst. Yes. Onder de 5 minutos. Ja, de beschrijving stond in de spa's of zo, dus vandaar dat we minutos zeggen. Yes, alsnog eerst. Het is helemaal links. Godsamme.
Dat ziet ik ga echt lachen als er nog iemand het DNF had. Oh, ja, daar reed iemand af. Nee. Kom, gastje, kom, gastje, gastje. Als je nog een DNF had, weet je wel. Ik ga lachen, jongen. Oh, hij is er vanaf gegaan. Ik heb hem nog. Maar wacht, je moet natuurlijk die vorige ook opnieuw, of niet? Ja, die heb ik. Rijden. Hoe lang heb je nog? Dat is de tweede 18 seconden. Het is niet helemaal de linker, hè? Ja, je moet er rechts aanhouden. Oh, hij heeft hem. Oh, lucky bastard. Die heeft die sting niet. Oké, GG. Hij heeft hem nog. GG. Goed gedaan, Angelo. Dat was niet een hele lastige trollrace, maar op zich, we hebben hem onder. Althans, ik heb hem onder de 5 minuten gehaald. Ik heb 400. $400? Nee, 2400ste erover de 5 minuten. Ja, dan heb jij de challenge niet gehaald. Wat is dit nee, nou? Dat is gewoon een DNF eigenlijk. Dat was wel. Dat is eigenlijk een DNF. Dat was wel de allereerste race. Dus we gaan door naar race 2. De volgende race gaat ook beginnen. En deze heet Skrull. Zo, dat kan ik niet uitspreken. Wacht. Skrullily. 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 Ja, laat maar zitten ook. Het is in ieder geval volgens mij een redelijk lastige stuntrace. We gaan het allemaal meemaken. Iemand heeft in ieder geval een hele snelle auto gepakt hier links van me. En die gaat me duwen, natuurlijk. Sowieso rijden is dat. Angelo, wat ben je aan het doen? Ik weet gewoon dat het draaien is. Ryan heeft me in een parkeerplaats gebeurd. Ja, kom maar, Ryan. Ik hou je zo even bij. Kom maar, Ryan. Kom maar. Ah, nee. Oké. Zijn auto is zo stevig, hoor. Die kan je gewoon niet op ver krijgen. Oké, daar gaan we. Oh. Dan gaan we meteen op de stunt in ook, joh. Ik ga meteen op boven als je niet. Oh, ik rijd er meteen naast. Dat is ook niet helemaal de bedoeling. Dat ging niet helemaal soepeltjes, nee. Met twee dan alleen, hè. Wat? Wie rijdt er? Oh, Ryan, jongen! Oh, wacht. Dit ben ik niet blij met dat Ryan. Ryan? Ja, nu moet even gas in. Ryan? Ik rem. Ik ben ernaast nu. Ik zit te stressen omdat jij achter me zit, jongen. Ik kan er niet tegen. Ja, I know, maar ik kan er niet tegen, jongen. Ja, sorry, hoor. Ik lig nog geen laatste. Je bent er zelf ook naast. Ja! Het is niet zo'n lastig stuntje, hoor. Daarna komt nog een. Nee, I know, maar wel als Ryan achter je zit. Oké, ik heb hem. Doei, Ryan. Oh, nee. Oh, je probeerde me te beuken, jij. Oh, er komt een stunt aan. Ik heb hem gecheat. Ja, ik zag, jij springt er gewoon weer die spiral uit. Weer? Ja, hij springt die spiral uit. Hij springt zo naar die checkpoint toe, die gast. Ik kan de benen op je. Ik heb de volgende ook. Hoppatee, mooie flip erbij. Baantje. Nice. Oh, dit is nog redelijk lastig, moet ik zeggen. Dat gaat snel. Ja, je moet er goed opletten, ja. Oh, die stunt is... Ja, dit is wel lekker. Ik ben niet of die... Oh, staat tweede ook, hè? Ja. Ja, maar nu... Oh. Jongens, jullie zijn wel steeds meer aan het slekken, hoor, jongens. Ja, maar dat is die Ryan, ik zit je. Oh, plantaarnpaal. Oh, ik mis hem. Let's go. Skills, allemaal skills. Je botst tegen mij. Nice. Hoe ver lig jij voor, Perry? Oh, 30 seconden. En nu in... Lap 2, oké. Perry ligt ook bijna een minuut op me voor. Echt? Oeh, maar ik lig... Oh, nee, als ik... Een beetje doorgaan. Kan ik ze weer een DNF geven? Dat is even de vraag. Dat vind ik eigenlijk wel leuk namelijk. Ja, nee, zeker Ryan, hè? Ja. Ja, jullie beuken me ook al. Nee, jij beukt me net 4 keer, bro! Je bent net gebeukt, Ryan. Je beukt je deze gast die kan liegen, jongen. Wow, yo. Nee, dat maakt geen grapje. Nee. Je maakt nooit grapjes. Karma. Ik haal die, die spiral en dan rijd ik zo van de baan af. Oh, echt? En dat moet je niet doen, hè? Kijk. Jammer. Kijk. Oh, ik heb nu een first person, maar dat gaat wel erg snel. Oh, en dan gaat... Oh nee, dat kan ik helemaal niet, first dus person. Snel. Ja, dat kan ik niet bijhouden, joh, zo snel. Want die zit je zo dicht op die baan. Oh, daar komt alweer iemand aan, joh. Zo, hey! Jij bent snel, jongen! Heb je in DNF? Ja, een beetje te snel. Oh, je bent er ook naast. Of niet? Het is niet een hele lastige spiral, maar... Nee, maar hij... Je kan niet echt zien waar je naartoe gaat, dat is het meer. Hij doet first person. Oh ja, dan kon ik het helemaal niet zien gewoon. Oh, ik ga weer de wallride op. Ja, je hebt hoppa, tik. Het is wel een hobbelweggetje, jongen. Dus. Heeft hij nou al die pijlen individueel geplaatst? Ja, toch? Ik denk het wel. Want dan ben je wel even bezig geweest nou voor zo'n wallride. Wow. Ja, je moet naar elkaar zetten steeds, zo met de autoprop of zo. Nou, daarom zitten er volgens mij hobbels in. Het zijn allemaal individuele pijlen namelijk. Allemaal ook een ander kleurtje genomen. Dan moet je het echt goed gaan balanceren allemaal. Oh, ja, misschien templates, dat kan nog. Perry, ik zat in je slipstream, jongen. Ik had je bijna ingehaald en er staat een muurtje. Voor die bocht is dat zo vervelend, joh. Voor het rechte stuk is het wel lekker. Dat had ik door, ja, dat die bocht vervelend is. Heb je hem, Ryan? Ja. Lekker bezig. En dan heeft niemand het DNF.
Lekker hoor jongens, goed gedaan allemaal. Ik ben trots op jullie. Waarom? Hebben we niet gecheat? Nee, hij heeft een beetje cheaten. Ja, het is echt zo lekker. Ja, nou, het is alternatieve route, hè. We doen niet aan cheaten. Kijk. Ja. Ja. De DNF-koning. Loop. Iedereen mooie gefinished. Let's go. Ja, de cheat-koning. Je moet even je naam veranderen in de cheat-koning. Ik heb veel namen. Ryan, ja, je hebt gewoon elke dag een andere naam. Ja, DNF-koning, cheat-koning, noob-koning. AKA die heb je wel vaak eigenlijk. Die blijft wel. De noob-koning blijft wel vaak hangen ook, moet ik zeggen. Yeah. Oh, zo, je rookt zo met je spiegel van die gast, jongen. Ja, hey, wow, yo. Hij zegt dat hij daar moet wandelen. Nee, het was een race gaande, hè? Dat is je eigen verantwoordelijkheid. Dat was wel race nummer 2, dus we gaan er nog eentje doen. Race nummer 3. Laatste race gaat ook beginnen. En het is een contender-koer, oftewel een parcours-race in de contender, een mooie 4x4 Fapit. Dus succes, dat is wel een mooie auto, moet ik zeggen. Oh, zeg zo, deze rij in Australië heel veel van dit soort parkjes. Waarom moet ik weer achteraan staan? Ik ga gewoon even remmen, want ik had geen zin om daarin gesloten te worden. Ja, daarom remde ik maar even, Paddy. Oh, ja, dan gaat Ryan ook weer. Hij zei net nog, ik ben weer vol op beeld. Ja, vol op beeld. Ja, er is de imposter. Ik ga je reporten. Perry, ik heb hem voor jou gebeurd. Ja, als ik ja, hem ben, beuk ik hem ook. Hey Ryan, wat doe je nou? Je moet wel recht blijven rijden, Angelo, hè? Angelo, kom eens. Jongens, pak Ryan maar. Jullie halen hem in. Nee. Die Angelo die moet gebeuken. Oh, zo, jongens. Wat? Ik zie jullie gaan, jongen. Yo, Perry, doe rustig, bro. Ik zie het echt in de verte gebeuren, jongens. Wees een beetje aardig voor elkaar. Oh, Perry heeft ze wel ingehaald, hoor. Ik rijd dus naar het parcours, als je niet erg vindt. 56 checkpoints, dus succes. Oh. Ik ben bij 11. Ryan, en de twee Belgische liggen. Ik ben nu bij 12. Ja, en ik ben nu bij 13. Ja, ik ga het heel goed doen. En ik ben nu bij 14. Wat? Ik had die eigen checkpoints. Ja? Er één vergeten. Ik ben bij 15. Ik ben bij 13. Ik ben bij 16. Ik ga weer het heel de race doen. Dan wordt iedereen helemaal gek, jongen. Yo! Wat? Het is tot nu toe nog niet heel erg lastig, moet ik zeggen. Nee, dit is easy. Maar dit is alleen even naar boven rijden. Dit is de trap naar boven, denk ik. Oké. Okay. Nu gaat het echte werk beginnen, met zo'n gevoel. Hier al een mooie pijl. We liggen gewoon al twee rijden. Ik heb de remschijf. Oh, er zit een remschijf daar, Perry. Hop. Gewoon volle vaart, dat kunnen wij wel. Welke checkpoint, Jan? 21 of zo. Zo, ik reed er bijna naast, jongen, maar ik heb hem. Oh, er zit geen checkpoint. Ik rijd verkeerd! Ik zeg gewoon niks. Bro! Je moet rechtdoor gaan. Hè. Yo! Ik was zo gewoon helemaal naar de overkant, hè, gast. Ik dacht, waarom zit Perry niet achter me aan? Ik ben helemaal verkeerd. Oh, you kidding me. Was je daar naar boven gereden? Ik was gewoon, naar voren gegaan. Oh, pas op! Nee, Jan! Ja, jij fiets. Ja. Ja, nee, jij ik zei nog pas op. Ik zei het nog, hè. Ja, ik was ook een chum. Bij die Ryan. Ik ga weg, hoor. Hey, ik ga weg! Nee, Angelo! Ryan! Ryan! Hoe ga je nemen? Deze vent heeft skills, jongen. Ik maak no joke. Oh, dat klinkt heel raar. Ik maak geen grap. Oh, Perry, oh. Ik heb geen skills. Ja, maar nu gaat Ryan me terugpakken. Ja, zoals dit is moeilijk. Dat denk je, hè? Wat denken jij? Dit is breakfast. Wat? Ik doe jou, joh. We hebben meer kracht. Oh! Nee! Dat hoef je. Ik dacht ik spring over je heen, maar je raakte. Ik raakte je nog. Ik heb een payback gegeven. Oké, fair enough. We hadden dit zo simpel allemaal in één keer kunnen halen, maar... Ja, maar wij zijn ook niet simpel. Nee, wij zijn wij, hè. Wij zijn anders dan anderen. Dus. Volgas, hè? Volgas. Angelo, jij lukt het best. Volgas. Hij doet het rustig. Volgas. Karre. Oh nee, ze gaan iets bekokstoven, joh. Bekokstoven? Ja. Ja. Dat is ook iets Belgisch, of niet? Ja, bekokstoven. Denken jullie dat nooit? Nee. Iets voorbereid. Er zijn iets aan het plan. Oh. Ja, goed zo jongens, let's go Angelo, let's go! Ja, ik denk Ryan die rijdt even door. Goed zo jongens, jullie hebben iets bekokstoven, maar dat ging niet helemaal goed. Is dat een zin of niet? Ja. Okay. Ik heb ook nog iets gezien dagens. Ik zat laatst in Discord met Nederlanders. En
Iemand zei ja, ik heb een drinkbus. Maar jullie snappen dat niet. Een drinkbus? Dat is gewoon een drinkfles. Een bidon of zo? Drinkbus, bidon. Ja. Bidon, ja. Een drinkfles. Oh nee, dat wat zeggen wij inderdaad je... niet. Nee, inderdaad. Weer een drinkbus. Nee, dat zeggen wij niet. Oké, okay. Maar je wist wel wat. Maar ik wist wel, ja, ik kon ongeveer wel raden wat het was. Ja. Okay. Maat, wat doe jij? Hey, thanks, boy. Ja, maar ik sprong echt ver. Yo, jij kreeg het een beetje af gewoon, maar jij ging volle vaart, joh, gek. Ja, tuurlijk, joh. Dat is easy. Ja, dat zag ik, ja, dat het easy was. Ik zie het dat het easy is, had je nou. Jongen, ik heb volle vaart naast. Het zo hard ook, hè. Hoppa, ik heb hem wel, gelukkig. Nee, nee, nee. Die auto die kan nog best wel snel wegslippen ook, dus je moet nog wel. Ja, moet hij hard gaan, Jan? Echt? Oh, nee, helemaal niet. Hoppa. Ja, je moet daar super snel gaan, anders houden ze nee. Oh nee, geef me even een tikkie. Ja, thanks, ik zat vast op. Een tikkie? Ik heb geen geld bij me. Hey, hoef je ook niet bij te hebben, dat staat op je bankrekening. Ja, hey, thanks, hè, thanks. Hé, hey, ik ben zelf erover. Hebben jullie geen tikkie in België? Nee. Echt? Maar wat als ik jou een tikkie stuur? Kan je me dan wel betalen? Nee, volgens mij niet. We hebben die app niet. Oh. Of we hebben de app wel, maar we kunnen ons bank er niet aan koppelen. Hebben jullie... Oh! Ja, hebben jullie wel iets van Ideal of zo in België? Nee, we hebben alleen Ideal PayPal, hoor. Ja, PayPal hebben we. Ideal hebben we nog nooit gebruikt. Volgens mij hebben we iets anders. Nee. Jullie hebben bankoverschrijding of zo? Of? Ja, we kunnen wel een via de bank. Ja. We kunnen wel een uitnodiging sturen tot betalen naar iedereen. Bijvoorbeeld, je hebt 5 mensen die 5 euro moeten geven, dan stuur je uitnodiging naar die 5 mensen. Ja, dus dat is eigenlijk hetzelfde sticky dus. Ja, hetzelfde als sticky, maar ja, Jullie hebben gewoon, ja, maar jullie... dat hebben we niet meer. Ik wist niet dat het een Nederlands was, joh, weet ik veel. Ik heb het 1 keer gebruikt en that's it. Ja, ja, je kan ook gewoon die betaalverzoeken doen, hè. De bank, dat kan ook. Oh, Angelo! Oh, ik zie hier mensen kamikaze. Hij doet het gewoon weer, hè, die gast. Ja, maar dat, zo hoort het ook gewoon. Nee, je moet het soepeltjes doen. Het is een Dakar rally, dit. Low and step. Oh, Dakar rally? Ik haal het niet. Ryan! Jij viezerik, jongen. Doe dan even rustig, jongen! Ik had er al helemaal moeite mee, ja! Zo zijn wij de wegen gewend in België, helemaal hobbelig. Ja, dat zie je, jullie gaan er volle vaart overheen, ja. Maar jullie kopen ook, elke week een nieuwe auto in België, of niet? Is dat ook normaal? Nee, nieuwe veringen wel. Nee, ja. Nieuwe veringen wel. Ik kan zeggen, met monstertruck bij je we hebben monstertruck, we hebben niet gewoon autootjes. Ik heb een keer een monstertruck gereden, jongen. Die dingen die hebben echt 1000 pk of zo. Dat zijn beestauto's. Dat is ook toch moeilijk te besturen? Want... Ja, je hebt zeg maar gewoon een stuurtje. Dat bestuur je voorwielen mee, als het ware. En dan heb je nog een knopje. En dan bestuur je achterwielen mee. Als je dat wil. Dus als je heel snel wilt draaien. Ja, het is wel, ja. En je hebt gewoon een gas en een rem. Dat zit gewoon een automaatje. Ja, en die wielen die achterwielen althans, die staan dan toch andersom of zo? Ja, ja, die achterwielen die draaien dan. Die moet je in spiegelbeeld ook een beetje denken of zo. Ja. Oh, maar dat was wel vet, moet ik zeggen. Peuk, jongen. Hoppa. Alleen erin klimmen was niet zo vet. Nee, dat helemaal onder. Je moet, nee, je moet er onder, onderin moet je door dat hele frame heen en dan moet je erin klimmen, zo'n monster truck. Ja. Je kan niet via een deur dan ofzo? Of nee, nee, er zit geen deur in. Je moet gewoon via het hele frame, zit gewoon een gat en dan ga je erin. Ja, GTA wel, ja. En GTA staat bekend om zijn realisme. Nou, nou, als dit realistisch is, deze race, dan weet ik niet wat er... Oh, niet snel! Wajo, dan weet ik niet wat er nee, is. Die physics ook, dat je gewoon met die F1-auto op de kop kan rijden, is echt real life, ja. Ja, dat vooral. Ook dat glijden met de fietsjes. Ja, ja, precies, ja, met een motor helemaal door de map heen. Dat is wel een snelle manier van transporteren. Ja. Oh nee. Gewoon geen volk. Ik zie een probleem komen. Ik zie ook een probleem ontstaan hier, ja. Best wel groot probleem. Ja, ik zie een groot probleem. Kijk hoe piest ik dit toe, hè. En dan word ik zo... Ja, maar ik moet die kant op, Angela. Ja, nee. Ik zweer het, ik moet die kant op. Nee, die kant op? Ik zweer het! Ga snel! Yo! Ja, ga snel. Ja, bijna. Bijna. Ja, jullie moeten over ons heen springen. Wij moeten serieus die kant op. Gassen, Perry. Oké, kom maar dan. Gassen, Angelo. Ik ga over je heen, Angelo. Ik wacht. Oké. Okay. Ja, maar rij je niet. Ja, jij lul, jongen. Jij lul. Angelo, niet wachten, man. Ja, maar ik weet het wel niet, meer. Ik was hier nog niet. Oh, ja, wij zijn hier, Ryan. Wij moeten die kant op. Oh, ik ga er zelf naast. Ik deed dat in 1 keer zo mooi. Ja, maar die keer die stond ik in de weg. Nee, Ryan. Oh, huh? Ja, ik was nog onzichtbaar. Hij glitcht hem. Aan de kant. Ik echt hier naartoe moeten. Ik heb de checkpoint, thanks! Ik kan niet terug. Ik zweer het, ik heb nu de checkpoint, ik rijd door naar links.
Ik maak echt geen grapje, bro. Ja, ik dacht echt dat je gewoon aan het trollen was. Maar ik heb dit... Nee, ik heb dit net al gedaan, want toen reed ik verkeerd, weet je nog. Ja, klopt. Dat is waar ik ben helemaal de weg. Ik weet wel dat ik naar de finish toe ga rijden, als jullie het niet erg vinden. Ja, Perry heeft even... Nou, ik doe niks. Ik vind het ook wel een leuke race, want je rijdt echt zo'n stadion in of zo. En dan doe je al die stuntjes en die parcours dingen. En dan rij je er nu weer uit en dan rij je gewoon weer normaal naar de finish toe. Ik vind het echt wel leuk. Kut, Perry! Het is een leuke race. Spring over je heen. Ja, gasten. Nee, ik heb... Ja... Nou ja, bij een versmalling is het degene die gewoon voorrang verleent. Dat is niet echt... Ja, maar Perry moet voorrang verleent. You kidding me? You kidding me? Wat is de grap van vandaag, Rijn? Hello. Perry, alsjeblieft. Jullie kunnen beter even op elkaar wachten, denk ik daar. Ja, maar Perry... Ja, ik ben de bodyguard, hè. You coming in? Ik ben bij de finish. Ik zal heel veel op elkaar wachten, jongens. Anders zijn jullie morgen nog bezig, namelijk. Oké, ik sta hier. Ik vind het niet erg, want ik rijd de finish in, dus ik ben klaar over, ik denk, een minuutje. Althans, ik moet nog 8 checkpoints. Kijk, hierdoor is een voorrangsregel gewoon ontstaan. Mensen die geen voorrang hebben. Nee, maar bij zo'n versmalling, als er geen bordje staat, dan is het gewoon degene die als eerste gaat. Daar zijn geen regels voor. Duw me. Maar duw me, hier staat... Deze mensen, jongen. Ik denk dat we geen vervolg hier meer van gaan krijgen, deze race, als het zo. Ja, ik denk... Nee. Nee! Yes, ik heb nee! Als mensen zich afvragen wat er na de opnames gebeurt, dan schelden ze elkaar helemaal verrot gewoon. Nee, dat was een grapje. Ik ben door de finish, jongens. Oh nee, het zijn 2 laps. Niet. Nee, dat is een grapje. ik weet niet wie er gaat finishen, ik weet ook niet wie er een DNF gaat krijgen, maar ik weet wel dat we hierbij deze video weer rustig gaan afsluiten. Dus mocht jullie hebben genoten, ram natuurlijk zoals keihard blijven, zou ik super gaaf vinden. Zo, dan gaat iemand volle vaart, jongen, hier, maar die haalt hem niet. Lekker, Ryan. Dus mocht je hebben genoten, ram natuurlijk zoals keihard blijven. De links van de races staan natuurlijk in de beschrijving. Net zoals de links naar onze kanalen. Mijn kanaal, Angelo's kanaal, Ryan's kanaal en Perry's kanaal. En ik denk dat als we morgen weer intunen bij deze race, dat Ryan en Angelo nog steeds op dezelfde plek met elkaar bezig zijn, namelijk. Dat is wel leuk, hoor. Ja, ik vind... Oh! Heb je hem allebei? Ik heb hem. Ik ook. Oh, lekker, Ryan. Ja, Ryan die rijdt nog het water in. Hebben jullie hem echt allebei? Ik heb hem. Oh, dat was wel echt een mooi sprongetje. Ik ben blij dat die er nog in zit. Maar jullie hebben wel een DNF, dus sorry daarvoor. Mocht je hebben een grote op die like-knop, dan zijn we natuurlijk zo snel mogelijk weer terug met een nieuwe video. Dus tot de volgende keer. Doei. Bye bye. Hallo.